Goedemorgen, lieve mooie mensen. Een aantal jaar terug, misschien herinneren jullie dat, hebben we een maand lang mensen laten spreken over van 3D naar 5D. Wat betekent dat nou toch eigenlijk? En dat, je hoort dat natuurlijk vaak noemen. We zitten nu in 3D en we gaan naar 5D. En er was toen heel veel interesse voor. Ik meen dat we toen in een maand tijd 500.000 mensen op de been kregen, zeg maar, die daarmee bezig waren. En ik heb zelf de laatste jaren natuurlijk ook veel daarover nagedacht en gevoeld van, ja, wat is dat nou? Wat is nou 3D? Wat is nou 5D? En eigenlijk begin ik gewoon steeds meer in te zien dat het niet zozeer echt dimensies zijn, want dat, hè, de derde dimensie, vijfde dimensie, maar in feite gewoon bewustzijnstaten. Dus de vijfde dimensie, die is hier nu al. En wij kunnen nu al in die vijfde dimensie zitten. En dat heeft te maken met een bewustzijnstaat. Dus het is niet zo dat we ergens naartoe gaan. Het is ook niet zo dat de aarde, althans in mijn beleving, dan splitst in een 3D en een 5D en een 4D en een 7D. Maar jij kunt nu al in 5D zijn. Je kunt nu ook in 3D zijn. En eigenlijk is dat wel heel fijn om dat te beseffen, omdat dat dan niet betekent dat je ergens heen hoeft. Het is ook niet zo dat je je lichaam hoeft te verlaten. Sterker nog, het is eigenlijk doordat je je bewustzijn verhoogt, gaat de trilling eigenlijk van je moleculen gaat ook omhoog. En ik denk dat wij met lichaam en al, als het ware, die vijfde dimensie dan helemaal gaan ervaren. En het is dus niet een plek waar je heen gaat, maar het is een bewustzijnstaat. Een laag, een bewustzijnslaag eigenlijk die je gaat ervaren. Ik denk wel dat hoe vaker je, laten we zeggen, uithangt in de vijfde density, dimensie, of je dat ook noemen wil, hoe meer je je niet meer thuis voelt in de derde dimensie, om het maar even zo te zeggen. Dus in die zin ontstaat er wel een scheiding tussen waar jij dan op dat moment uithangt en waar andere mensen uithangen. Dus dat is wel zo. Ik denk wel dat er in die zin een scheiding zal plaatsvinden. En dat je ook steeds meer zult gaan merken dat mensen uit je leven verdwijnen. Ik denk dat veel van jullie dat misschien nu al meemaken. Dat sommige mensen zie je gewoon niet meer. Maar dat is dan echt omdat er gewoon, die zitten gewoon in een andere frequentie. En dan kun je nog steeds naast elkaar leven. Dat is eigenlijk heel bizar. In dezelfde werkelijkheid als het ware, maar dan zit je in een andere frequentiegebied waardoor je elkaar eigenlijk niet meer ontmoet. Ik vertel het vooral omdat het in die zin allemaal wat minder moeilijk is dan we misschien denken. Hè? Van 3D naar 5D en dan via de vierde dimensie en allemaal heel ingewikkeld. Maar het is echt een bewustzijnstaat. Dus nu, op dit moment, kun jij in 5D zitten. En dan kun je natuurlijk afvragen van ja, wat is dan 5D? Dat heeft vooral heel erg te maken met vanuit je hart leven. Dus met die onvoorwaardelijke liefde die je dan voelt. Veel minder vanuit scheiding. Veel meer vanuit een gevoel van eenheid. Het leven voor je laten werken. In plaats van heel hard te moeten werken om iets te bereiken. Flow. Dus dat zijn echt de kenmerken van de vijfde dimensie. Dingen gaan veel en veel makkelijker. En je hebt ook veel minder last, om het maar zo te zeggen, van 3D. Het is veel minder last van dualiteit, van regeltjes, van boosheid, haat, geneuzel. Zeg maar al die dingen waar we nu vaak wel last van hebben. Zorgen, angsten enzovoort. Die vallen eigenlijk vanzelf steeds meer weg en er komt steeds meer flow en liefde.